Dank u wel. Ik open bij deze de vergadering en ik kan u melden dat er twee berichten van verhindering zijn ontvangen. Eentje van mevrouw Relou van het CDA en een van collega Bankers van de lokale realist D66, waarbij ik mag opmerken dat de moeder van de heer Bankers is overleden en dat is de reden waarom hij afwezig is. Wij gaan namens u een condoleance naar hem toesturen, dan weet u dat in ieder geval. Dan kom ik meteen aan bij het vaststellen van de agenda. Heeft iemand op- of aanmerking op de agenda van vanavond? Voorzitter? Ja, ik kijk naar de heer Jansen van het CDA. Ik zou graag een agendapunt willen toevoegen. Met betrekking tot het initiatiefvoorstel wat wij geschreven hebben namens CDA, Lokale Realisten, D66, Dorpspartij en de SP over de N279. Nou, het lijkt alsof het door een ruime meerderheid van de raad gesteund wordt. Door een knikje kunt u aangeven dat het ook echt zo is. Ik heb het knikje gezien. Dan zetten wij dat bij agendapunt 23. Met uw goedkeuring. Dan is agendapunt 23 initiatiefvoorstel raad met betrekking tot de N279. Ik schrijf even met u mee. Dan kom ik bij het trekken van het loodje. Ja, en u lacht zo naar mij. Het is ook echt meneer Van Kolenburg geworden. Dus wat dat betreft is het wel heel mooi. We beginnen de beraadslagingen bij de fractie van de SP. Ook daar maken we even een notitie van.